Allen welkom. Jan, laten we met jou beginnen. Want het was het onderwerp van gesprek gisteren. Het missen van de gouden medaille. De 23, 24, 30 seconden dat je wel dacht Olympisch kampioen te zijn. Opening, hoe heb je geslapen? Niet heel veel, maar een uurtje of vier. En je zit zo vol met adrenaline, dan slaap je niet heel rustig. Nee. Dat kunnen wij ons allemaal voorstellen. Straks jouw verhaal, maar wat we altijd doen ter introductie van de dag is toch even de dag van gisteren. Kijk mee naar een compilatie van de collega's van NOS. Nieuwe wissel en een valpartij. Nederland heeft drie ijzers in het vuur. Ze kunnen alle drie winnen. Hij rijdt de race van zijn leven, gaat naar 54. Nieuw record. Begint alles. Ze staan nu 1 en 2, de tweelingbroers, onvoorstelbaar. En de Olympisch goud is er voor Jan Spekens. 34-72 is het geworden. Wow. We gaan naar de duizendste kijken. Het gaat om duizendste. Michel Mulder, Olympisch kampioen. Jan Spekens tweede, Roland Mulder derde en sweep. 1, 2 en 3 zijn ze. En op deze dag goud, zilver en brons. En op deze dag goud, zilver en brons. Ja, teken het beeld. Jan, hoe vaak heb je dit teruggezien in de korte tijd? Dit is de tweede keer gisteren bij de NOS ook gezien. En dan komt het wel weer even binnen hoe close het allemaal was gisteren. Ja, ja, ongelofelijke ontknoping. Je zegt, ik heb wel een paar uur geslapen. Kan je, ook voor de mensen hier, want wij zijn heel benieuwd naar hoe is het om over de streep te komen. Het is de keiharde waarheid, maar hoe is het om over de streep te komen en te beseffen, yes, 23 seconden later, nee. Nee, ja, je bent euforisch tot de max. Je kan het niet geloven, ook niet. Je gelooft niet dat je wint en je gelooft ook niet dat je verloren hebt daarna. En het is net of je van de aarde wordt afgeslingerd even. En dan, dat is sport. De sport is keihard en het is een randje waar je over balanceert. En zeker met de Nederlandse jongens, met Ronald en Michel, hebben we zo'n hoog niveau tentoongesteld gisteren. Dat is denk ik heel bijzonder. En dan verliezen hoort ook bij sport. En helaas was ik gisteren de lul, om het zo maar te zeggen. Wat was het eerste moment voor jou dat je in de gaten had dat het misschien niet goud was? Mijn trainer die keek al niet heel vrolijk. En toen, het is wel touché de liefde. Toen dacht je, er klopt hier iets niet. Nee, zeker. En toen zei hij het. Dat kon ik dus niet geloven, wat ik net zei. Ja. Nou. Ja. Meneer Eurlings, u zat op de tribune. Nee, van tevoren wel, maar op dat moment niet meer. Op dat moment niet meer. Want ik mocht de medaille uitreiken aan Irene Wüst. En ik zat backstage bij dat gigantische Medal Plaza. Backstage is een kleine tent en we hadden een schermpje. We zaten allebei te kijken. En Irene dacht ook, net zoals ik, dat Jan dus gewonnen had. En we hadden daar geen geluid, alleen beeld. En we zijn echt minutenlang in verwarring geweest van, hoe zit het nu echt? Dus het was inderdaad een dramatische ontknoping. Maar dan nog, denk ik, met onze drie toppers op het podium, zijn alle drie superkampioenen eigenlijk. Ik snap de teleurstelling, maar eigenlijk moeten we gigantisch blij zijn, want alle drie hebben een megaprestatie geleverd. Waanzinnig. Zeker, zeker. En dat verdient een groot compliment, Jan. Want ik vind dat je op een waanzinnig knappe manier de teleurstelling accepteert. En wel ons allemaal tegemoet treedt met commentaar. Ja, maar dat hoort ook een beetje bij het vak. En uiteindelijk ben ik schaatser en ik wil zo verschrikkelijk graag goud. En daar doe ik alles voor en daar laat ik alles voor. En daar heb ik gewoon altijd hard voor getraind. En of als het zo'n moment komt, dan is het heel hard. Alleen mensen zitten thuis ook vol spanning voor de tv. En ze komen naar Sochi om me aan te moedigen. En dan kan ik gaan zitten huilen. Maar daar wordt niemand vrolijk van. En het is natuurlijk ook zilver op de Olympische Spelen. En dat is wel gewoon heel bijzonder. En dat moet je gewoon accepteren dat ik tweede was. En Michel heeft gewoon dan terecht gewonnen. En Ronald derde. En dan weer een clean sweep, zoals ze dan zeggen, voor Nederland. Heb je ergens iets laten liggen, of niet?
Ja, natuurlijk. Maar dat heeft Michel ook en heeft Ronald ook. En er zijn altijd punten. Maar ja, als je zo gaat beginnen, dan had je eigenlijk 34-0 kunnen rijden. En ja, dat... bezig blijven, ja. En we zagen wel, Adi Koops van de Schaatsbond heeft ook nog gezegd, we gaan nog een keer wel alle beelden bekijken, zodat iedereen echt zeker weet dat het allemaal eerlijk is verlopen. Heb je daar zelf ook nog heel veel behoefte aan, of wil je het nu eigenlijk gewoon afsluiten? Nee, ja, je wilt wel closure hebben. Dat wat betreft van, dit is het. En hier moet je mee leven. En dit is terecht kampioen, deze is tweede, deze is derde. En zo be it. En ja, dan is sport heel hard. Alleen ja, het is wel goed om er goed uit te zoeken dat er geen fouten worden gemaakt natuurlijk. Hebben jullie enig idee hoe lang dat duurt? Misschien meneer Eurlings ook? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, oké. Okay. Daar weet jij zelf ook niet. Heb jij die foto's al gezien? Ja, heb je met je eigen ogen... Ja, ik heb mijn eigen ogen gezien en ja, dat gaat helemaal nergens over qua verschillen. Maar ja, dus ze zijn er daadwerkelijk wel. En die mensen die hebben ervoor gestudeerd. En dat, ja, dat valt niks aan als de dingen, helaas. Maar is dan definitief punt erachter klaar? Onafhankelijk wat andere mensen hier nog over gaan zeggen? Ja, je moet gewoon doorgaan, hè? Ja. Ja. En dan nog over een paar jaar. Potjan 3, we hebben nooit een gouden gehad op de 500. Jij scoort hier gewoon een zilveren medaille. Het is een topprestatie. En het is, ja, net niet goud, maar ja. ik zeg toen net toen we elders samen zaten, over een paar jaar denk je alleen nog maar aan die megaprestatie en die geweldige plak. Ja. Ja. Dankjewel. Is hij mooi eigenlijk? Ik heb hem nog niet. Ze kijken natuurlijk pas. Nog niet gezien. Is dat gek? Dat gaat vanavond gebeuren. Ja, dat is wel een beetje. Je komt dan op het middenterrein weer van de ijsbaan. En dan, dan krijg je een klein podium met een bloemetje. En dat is wel een beetje een gek gezicht. Alleen de echte medailles komen vanavond pas. Stond een beetje heen en weer te gooien ook, hè? Wat moet ik eigenlijk met dat bloemetje? Ja, ik was nog een beetje. Verbouwereerd ook nog. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, als jij dan terugkomt in dat dorp met al je medesporters, hoe hebben ze daarop gereageerd? Ik ben wel gewoon gefeliciteerd en iedereen weet dat sporten winnen en verliezen is. En, zij weten het als geen ander. Ze weten dat het twee kanten heeft en so be it. Ja. Is er veel steun voor jou om daar bij hun... Ja, zeker. Iedereen leeft er wel mee. En ook vanuit Nederland, alle berichtjes en zo die je krijgt, is gewoon hartstikke mooi. Ja, en je werd nog gebeld door premier Mark Rutte. Ja, ik stond in de tunnel onder de ijsbaan en toen belde de minister-president even. Wat zegt hij dan? Ja, die was wel door het dolle heen natuurlijk dat we weer met z'n drieën op het podium stonden als Nederlanders. En dan, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Zeg je dan, meneer Rutte, ik ben heel chagrijnig, even niet. Nee. Nou ja, ik zit hier ook weer en ik kan. Ik ga niet. Hij is gewoon hartstikke aardig dat hij belt. Ik heb nu even geen zin om te bellen, Mark. En dat laat ik wel zien dat iedereen meeleeft met de Spelen. En dat het gewoon een heel bijzonder evenement is. Ja. Hoe zien jouw dagen er nu uit? Het verhaal is, als je medaille haalt, moet je op de medaillevlucht terug naar huis. Ja. Dat lijkt me voor jou een vrij lange zit. Ja, ik zal hier nog vaak komen, denk ik, in het Heinekenhuis. Ja. Waar ga je heen? Heb je al een idee welke sport wil je absoluut nog zien? Ja, ik vind shorttracken vind ik heel gaaf om te zien. Zeker ook morgen mijn brand loyalty ploeggenoot Stefan Groothuis, die wil ik graag dat hij goud wint. Dus daar ga ik voor schreeuwen en ik wil graag nog naar de bergen toe. Had sneeuwonderdelen te zien en ik zag gisteren ook afdaling van skiën en dat... ziet er ook best wel heftig uit, dus dat zijn wel hele gave onderdelen. Blijf jij in het dorp? Ja. En voor mij is het ook goed, de trainingsfaciliteiten zijn tip-top hier. Alles is super georganiseerd en dan ga ik me gewoon rustig voorbereiden op het NK, ook op de coolste baan van Nederland natuurlijk, over 3 weken. En 2 World Cups hebben we nog. Ja, het gaat gewoon weer door. Ja, zeker. De wereld blijft gewoon ronddraaien.